Dit is Gelderland Stemt. Ik ben hier bij het provinciehuis in Arnhem en wij willen met elkaar eens gaan kijken in de komende weken wat hier zoal achter deze deur gebeurt. En dit is de Statenzaal. Hier gebeurt het. Hier komen straks de politici hun werk doen. Deze keer stellen we de volgende persoonlijk aan je voor. Vraag 1 gaat over de politicus. Wie is hij? Waar woont hij? Hoe oud? Wie wat waar? Ik ben Annelijn Heidin, statenlid voor de Partij van de Arbeid in Gelderland. Ik ben Peter van het Hoog. Ik ben statenlid voor de ChristenUnie. En voor de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten sta ik weer kandidaat. Als nummer 3 op de lijst voor de ChristenUnie. Ik ben Bastiaan Meerburg. Ik ben in het dagelijks leven werkzaam bij Wageningen Universiteit en Research Centrum als afdelingshoofd. En ik ben daarnaast ook statenlid voor de VVD. En hou me daar bezig met name met de dossiers landbouw en natuur. En ben ook vice-fractievoorzitter. Ik kom uit Silvolde, de Achterhoek. Een van de mooiste regio's van Gelderland. Ik woon zelf in Ede. In het dagelijks leven werk ik bij Rijkswaterstaat als projectmanager. Ik woon in Randwijk, in de gemeente Overbetuwe. Samen met mijn vriendin en mijn dochter van 2,5, Charlotte. Welk specialisme heeft u binnen uw fractie? Ik hou me vooral bezig met ruimtelijke ordening en water. Met algemene zaken en financiën. Dus dat zou je een specialisme kunnen noemen. Ik heb zitting in de commissie Landelijk Gebied Cultuur en Jeugdzorg. Maar ik moet zeggen dat ik nog wel uitstapjes maak naar andere terreinen. Nou, ik ben woordvoerder op het gebied van landbouw, natuur en alles wat daarmee te maken heeft. Heeft ook te maken met mijn Wageningse roots. Ik heb in Wageningen ook gestudeerd en weet daardoor veel van die onderwerpen. Dus dan is het logisch dat je al snel op die domeinen belandt. Ik vind dat je als statenlid politieke afwegingen moet maken. En dat is heel wat anders dan als deskundige daar zitten. Dus het is niet een bepaalde deskundigheid die me in de politiek brengt. Het is juist de afweging van het totaal van de belangen. Dus vandaar dat ik juist een beetje afstand hou van datgene wat ik in mijn dagelijks werk doe. Onderzoeksinstituut waar ik werk, doe ik met name onderzoek op het gebied van veehouderij. Dus daar zit wel bepaalde onderwerpen in waarvan je vanuit de provincie een heleboel weet. Maar tegelijkertijd, er is niet een echt directe link. Het gaat meer over algemene kennis die in feite iedereen kan opdoen. Maar de snelheid waarmee je dossiers eigen maakt, daar scheelt het natuurlijk wel voor. Mensen kiezen vertegenwoordigers in wie ze vertrouwen hebben. Niet op basis van hun deskundigheid, maar op basis van de manier waarop ze naar de maatschappij kijken. De manier waarop ze dingen afwegen, wat ze belangrijk vinden en wat ze minder belangrijk vinden. Dus wat dat betreft vind ik dat het echt een democratie zou moeten zijn en niet een soort specialismecratie. Ook op het gebied van waar ik mee bezig ben, leegstand, detailhandel, leefbaarheid. En als je kijkt, van, denk ik ook niet dat beleid zich echt heel makkelijk in hokjes laten plaatsen. Je moet toch gewoon altijd integraal blijven kijken naar zaken. Rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man, vrouw. In het donker kan ik jou niet zien, maar deze is verbond aan jou. Wat is volgens u voor de komende verkiezingen het belangrijkste thema? Als ik kijk naar de ontwikkelingen die we in Gelderland hebben gehad, dan komen we uit een hele diepe economische crisis. En die diepe economische crisis, die moeten we de baas zien te worden. We zijn vanuit de provinciale politiek hebben we hard ingezet om dat te laten gebeuren. En ik denk dat het belangrijk is dat we ook die koers vasthouden. En dat we dus zeggen van we gaan ook voor economische ontwikkeling. En tegelijkertijd zie je gelukkig de economie op dit moment weer wat aantrekken. Maar we zijn er nog lang niet. Dus we moeten proberen volgens mij, en dat is ook een van de belangrijke aspecten die bij deze verkiezingen een rol speelt. Van probeer vooral die koers vast te houden, de koers omhoog. En daar hoort een gedegen beleid bij. Komende verkiezingen, dan kan ik natuurlijk gewoon zeggen van dat we Gelderland mooi en goed op de kaart kijken. En dat we voor Gelderland willen dat we een van de mooiste, groenste, sociaalste
provincies wordt en dat er meer werkgelegenheid en alles zou komen. Maar aan de andere kant moet je ook gewoon heel eerlijk zijn en zal met name de landelijke politiek een hele belangrijke rol gaan spelen natuurlijk. Niet alsmaar doorhobbelen op de weg waarop we, die we nou een keer ingeslagen zijn, maar dat we op tijd anticiperen op nieuwe omstandigheden. Dat we de economie schoeien op een nieuwe leest. Dat we op tijd inspelen op het feit dat de bevolkingsgroei die we decennia lang hebben gehad en eigenlijk vanzelfsprekend was, dat je ziet dat dat nu anders wordt. Hè. In de Achterhoek is er een afname van de bevolking. In andere regio's zal dat ook komen. Nou, als je daar niet tijdig op inspeelt, gaat het een negatieve spiraal worden die uiteindelijk ten koste van de leefbaarheid gaat. Dus anticipeer op tijd. Heb oog voor mensen. Dat zijn in mijn ogen de belangrijke dingen. Hoe moeten de kiezers omgaan met de stemwijzer? Nou, ik denk dat de stemwijzer een heel goed hulpinstrument is voor mensen. Zeker mensen die wat verder afstaan van de politiek. Van nou, dat hele spectrum van al die partijen. Waar staan ze nou en wat vinden ze nou? Ik zeg wel hulpmiddel, omdat ik vind, en dat zie je in die stemwijzer eigenlijk niet zo heel goed terug, dat het begint met hoe kijk je nou eigenlijk naar de samenleving. Ik denk dat het ook goed is om daarna je ook te verdiepen in van wat gebeurt er landelijk, maar ook wat gebeurt er provinciaal. En het blijft mensenwerk. En stel, zo'n stemwijzer is ook maar op een bepaalde manier opgesteld. Maar politiek, het is natuurlijk makkelijk voor stemwijzers als je heel hard van ja, ik ben voor of ik ben tegen kan zeggen. Maar in de praktijk speelt nuance toch ook een rol. En dan gaat het puur om te kijken van oké, wat is de afgelopen periode in Gelderland gerealiseerd? En ja, wat vind je zelf ook belangrijk? Ja, wat mij betreft is het altijd zo, het is een indicatie. Hè. Er zijn natuurlijk een aantal stellingen die zijn gekozen. Op basis van thema's die spelen in de provinciale politiek. Maar ik denk ook dat het voor de kijkers belangrijk is om voor zichzelf af te wegen van ja, heeft deze partij naast die thema's, behartigt die mijn belangen wel goed? Dus ik zou ze adviseren om vooral de verschillende partijprogramma's ook door te lezen. En uiteindelijk hoop ik dan natuurlijk dat ze bij de VVD uitkomen. Maar goed, iedereen die mag natuurlijk zijn eigen afweging daarin maken. Maar ik zou zelf het echt als indicatie beschouwen. Als ik kijk naar mijn eigen levensovertuiging, de ChristenUnie is een partij die vanuit christelijke beginselen naar de samenleving kijkt. Zo'n uitgangspunt is voor mij het begin. En dat vind je natuurlijk niet in de kieswijzer terug. Geachte afgevaardigden, wat is precies de binding en de samenhang tussen het Rijk, de provincie en de gemeente? Je moet gewoon kijken van waar kun je beleid het beste realiseren? Wie kan het beste de verantwoordelijkheid ervoor nemen? Het blijft allemaal overheid. De vraagstukken over ruimtegebruik, vraagstukken over economie, over mobiliteit, over openbaar vervoer. Dat zijn allemaal dingen waar de provincie over gaat. Juist als provincie heb je veel contact met verschillende gemeenten. Kun je als bijvoorbeeld onderwerpen in verschillende gemeenten naar boven komen, dan kun je ook zeggen van misschien is het goed als wij er eens over gaan praten en ook in combinatie met het Rijk. En dan kun je echt een hele mooie verbindende factor spelen. En als het gaat om jeugdzorg, dan hebben wij wel gezegd, wat je nu ziet is dat gemeenten, voor die hele transitie is men nu wel bezig, maar als het gaat om de transformatie, dan is er vaak weinig geld beschikbaar, komen ze vaak niet aan toe. En dat we daar, dat hebben we uitgesproken, totale staten, dat we daar toch wel een rol in willen blijven steken, in spelen, om ze daarin te kunnen ondersteunen. Ik denk dat het een hele belangrijke tussenlaag is, bestuurlijk gezien. Aan de ene kant, je kan niet ieder dossier behandelen in Den Haag, hè, want het staat veel te ver van de mensen af. De gemeente, daar gaat het dan heel vaak weer over de stoeptegel die los ligt of een lantaarnpaal die het niet doet. Dus dat is weer heel dicht bij de mensen. En ik denk dat het goed is dat er een tussenlaag is die net op boven de gemeentelaag kan hangen. Daarbij de problemen ook die tussen gemeentes onderling spelen kan overzien. Maar tegelijkertijd niet zo ver weg is als Den Haag. Wat ik belangrijk vind is dat de politieke partijen wat dat betreft ook herkenbaar zijn op al die niveaus. Ik heb het glas op jouw gezondheid. Want jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld en de wereld.
Wat is uw visie voor de provincie voor over 20, 21 jaar? Het Gelderland van over 20 jaar, dat bouwen we nu. Ja. Dus ik vind het enorm belangrijk dat we daarin zuinig met de ruimte zijn. Dat we ons beseffen dat het... dat we er als rentmeesters mee moeten omgaan. Dat we het verantwoord doorgeven naar de volgende generatie. Dat type overwegingen, dat doorspeelt in de keuze die we vandaag maken. Werk is belangrijk. Het gaat natuurlijk om werkgelegenheid. En daarvoor is het ook belangrijk dat ondernemers ruimte moeten krijgen. Je kunt natuurlijk zeggen van alleen maar werk, maar zonder ondernemers... Ja. Is er ook geen werk? Zo simpel kun je het ook zeggen. Maar aan de andere kant moet je dat wel integraal bekijken. Ik denk dat het, als je kijkt naar de provincie, hoe die zich ontwikkelt, dat wij langzamerhand, ik noem het maar even, ons aan het ontfutselen zijn of aan het onttrekken zijn aan onze oorspronkelijke status. Wij waren natuurlijk altijd een beetje een provincie van boeren, noem ik het maar even. Maar je ziet tegenwoordig vaak dat de Randstad toch anders naar Gelderland begint te kijken. In mijn visie zou het ook zo zijn dat je, als je kijkt naar hoe de economische ontwikkeling van Gelderland gaat zijn, dat ik hoop dat dat een van de motoren wordt van de Nederlandse economie. Het moet niet zo zijn, en dat vind ik belangrijk, van het gaat niet alleen om je eigen winst, maar ook winst voor de samenleving, winst voor natuur, milieu, landschap, leefbaarheid, gezondheid. En ik zou het heel mooi vinden als we in Gelderland daar echt, als het om integraliteit op het gebied van werk, de leefbaarheid en de gezondheid van mensen, aandacht voor landschap en natuur. En dat gewoon op een mooie manier voor Gelderland opgepakt wordt. We hebben een heel goed functionerend MKB-bedrijfsleven. Volgens mij kunnen er daar nog slagen in worden gemaakt. We hebben een recreatieve sector die ook volop kansen biedt. Ik hoop dat de Veluwe inderdaad op één komt als recreatieplek voor Nederland. Er zijn een aantal lijnen waar we echt vooruitgang in kunnen boeken. Daarbij moeten we dan wel opboksen natuurlijk ook voor een deel tegen het Westen. Waarom zouden de kiezers, de stemmers, speciaal op u moeten stemmen? Waarom ze op mij moeten stemmen? Dat vind ik heel moeilijk. Want ik denk wel, je doet het niet in je eentje. Je doet het als club samen, als staten samen. Ik denk wel wat mij wel drijft is dat ik gewoon wel... Weet je, ik ben opgegroeid op een boerderij. Ik kijk ook wel gewoon praktisch van wat er kan en wat er mogelijk is. En waarbij ik altijd wel die idealen op de achtergrond houd. Ik vind dat heel moeilijk om dat eens over jezelf te zeggen, maar ja, vooral doen. Wat drijft iemand zoals u om de politiek in te gaan? De reden waarom ik in de politiek ben gegaan is omdat ik over het algemeen overal wel een mening over had. En vond dat bepaalde dingen anders konden. En dat ik soms ook echt wel boos werd van, god, waarom doen ze dat nou in godsnaam zo? Maar ja, dan kun je aan de kuizijkant blijven staan roepen. Of je gaat erin en dat is soms heel frustrerend. En soms kom je ook echt tegen dat je denkt van, oh, dus daarom worden besluiten genomen waarvan je denkt van, waarom doen we dat? Ik ben gewoon ontzettend enthousiast over het bijdragen aan de samenleving. Vanaf mijn studententijd ben ik daar ook actief in, op allerlei manieren. Maar juist het openbaar bestuur, dat heeft mijn hart. En ik vind het geweldig mooi om daaraan een bijdrage te kunnen leveren. Die idealen kun je niet morgen realiseren. Zo realistisch moet je wel zijn. Maar gewoon met ieder klein stapje, ieder klein speldenprikje, kom je toch soms wel een stap verder. En soms duurt dat 10 jaar. Maar op het moment dat je dat gerealiseerd hebt, dan heb je toch iets van, heb je toch wel weer iets kunnen doen. En je kunt toch mensen helpen. En je kunt ook mensen, ook met die met vragen zitten, die kun je toch helpen. Van, god, ga eens met die praten. Of ga eens met die praten. En zo kun je toch, toch stiekem best wel wat voor elkaar krijgen. Het is een stuk hobby voor mij, maar het is wel een hobby met een serieuze ondertoon. Want ik vind het belangrijk, hè? Ik heb zelf een goede opleiding genoten. Ik heb in Wageningen kunnen studeren, nog een aantal aanvullende opleidingen kunnen doen. En dan vind ik het wel belangrijk dat je ook de kennis en ervaring die je hebt opgedaan, dat je die
opnieuw kan inzetten. En daarvoor is het denk ik goed om je in de politiek bijvoorbeeld nuttig te maken. Ik had ook voor andere vrijwilligersorganisaties kunnen kiezen. Ik ben ook bijvoorbeeld actief in de paardensport, in het verenigingsleven daar. Maar ik denk, ja, politiek is wel een van de dingen die heel erg bepalend is voor hoe het met ons allemaal gaat. Linkse partijen hebben dat misschien toch wel meer, dat je echt hele grote idealen, hele grote doelen hebt. En ja, het liefst zou je ze morgen gerealiseerd willen hebben, maar dat lukt niet. Maar toch, ieder klein stapje is toch weer een stap in de goede richting. En af en toe dan kom je weer een dichte deur tegen van, oh nee, gaat niet verder. Nou, dan moet je kijken van of je misschien een andere weg kan vinden, of er onderdoor kan gaan, of er overheen. Of misschien een paar stapjes terug en dan via een andere route. En als je daar creatief mee om blijft gaan, dan is het best goed mogelijk. En dit was het voor deze keer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Gelderland stemt.